Gemeente- en horecaondernemers van de Vorkenstraat hebben de handen ineengeslagen. Door op vrijwillige basis afspraken te maken over het terugdringen van de sluitingstijd van 4 uur 's nachts naar 3:30 's nachts, hopen de partijen de overlast terug te dringen. Zowel de gemeente als horecaondernemers willen af van de overlast. Deze wordt vaak veroorzaakt door bezoekers van de Korenmarkt, die zodra de meeste zaken zich sluiten, 's nachts verder trekken door de binnenstad. En hierbij is de Vorkenstraat vaak een populaire uitvalsbasis.